Een geweldig initiatief van HB Media. Ja, jullie gaan mensen met een beperking in feite een beetje verwennen om hun een film te laten zien. Ja, dat klopt. Laat me eerst beginnen. Waarom heeft de organisatie gemeend om dergelijke activiteiten te organiseren voor deze doelgroep? Ja, dat is, dan gaat het een tijdje terug in maart. In maart dit jaar was Fariel Suleiman in Suriname. Fariel woont in Nederland. En Fariel is naar Suriname gekomen om een app te introduceren. En die app heet EarCatch. Ja. En die app heeft als doel om mensen met een visuele beperking toch te helpen genieten van een film. Doordat er in die app audiodescriptie geleverd wordt op een film. Dus met de app en oortjes kunnen mensen met een visuele beperking toch volgen wat er in de film gebeurt. Ja. En dat was in maart. We hebben vanuit HB Media ook geholpen bij dat event. Dat was ook in Thalia. Waarbij er kinderen naar een kinderfilm konden kijken en volwassenen naar een volwassen film. En dat raakte mij heel erg. Ik was ook in de zaal en ik zag de mensen genieten. Ja. En ik had toen al het voornemen, dit gaan we nog een keer doen. En dan wil ik graag ook de doelgroep, de andere doelgroep erbij. En dat zijn mensen met een auditieve beperking. Dus zo gezegd, zo gedaan. Met Fariel ben ik ook verder in contact gebleven. En we hebben uiteindelijk een film uitgekozen die zowel in EarCatch beschikbaar is. Dus voor mensen met een visuele beperking. Maar ook in een andere app. En dat, die app heet SubCatch. Ja. En dat is voor mensen met een auditieve beperking. En die app, SubCatch, die zorgt voor complete ondertiteling. Dus ook het geluid, bijvoorbeeld een vaas valt, dat is geen gesproken ondertiteling. Maar dan wordt het toch wel beschreven wat daar gebeurt. Zodat mensen met een auditieve beperking ook de film kunnen volgen. Ja, en dat wil zeggen een movie time voor deze belangrijke doelgroep. Yes. En wanneer gebeurt het? 10 augustus, donderdag 10 augustus in de ochtend. We gaan in ieder geval beginnen met dat de personen zich kunnen verzamelen bij de Kennedy School, bij het Blindencentrum en op de scholen waar de kinderen zitten. Daar gaan we ervoor zorgen dat er bussen naar Thalia komen. De bussen vertrekken om 9:15 van die plekken. De gasten mogen ook rechtstreeks naar Thalia komen. Vanaf 9:15. Dus de inloop is vanaf 9:15 bij Thalia tot 9:15. 9:15 begint de film. Tot 12:00. En welke film? Captain Nova. Captain Nova. Yes, Captain Nova. En waarom heeft de organisatie gekozen voor Captain Nova, ja. We zochten dus naar een film die en interessant is voor kinderen en voor volwassenen. Ja. En we zochten naar een film die in zowel EarCatch als SubCatch beschikbaar was. Omdat beide doelgroepen zijn uitgenodigd op het event. En deze film die voldeed aan die criteria. Het is een film vanaf 6 jaar en ouder. Het is een family adventure science fiction film. Nederlands gesproken. En de producent van de film, dat is Kepler Film. Die heeft ook een medewerking verleend. Dus ik ben nu op dit moment de film aan het downloaden. En het mooie is dat die film ook de ondertiteling heeft. Compleet met de geluiden die er in de film voorkomen. Dus als er mensen met een auditieve beperking geen smart device hebben om de app op te kunnen downloaden, zijn ze toch van harte welkom. Want ze kunnen toch met de ondertiteling op het beeld de film volgen. Ja, dus ik wilde komen op dat technisch gedeelte. Dus in feite, iedereen die wil meedoen moet een mobiele telefoon hebben. Ja, een smart device. Een smart device. Kan ook een iPad zijn. Ja, of een laptop enzovoorts. Ja, ja. En die app moeten ze downloaden op hun smart device. Yes. En dan krijgen ze die film te zien. Kunnen ze in de app de film opzoeken. Ja. En in de app EarCatch kunnen ze de film opzoeken en dan de audiodescriptie downloaden. Ja. En in de app SubCatch kunnen ze ook de film opzoeken en dan de ondertiteling downloaden.
En dat is ter voorbereiding om naar de film te komen. En dat uitje, ik noem het uitje, wordt gehouden in Theater Thalia. Yes. Oké. En hoeveel mensen kunnen jullie accommoderen die dag? Nou, er zijn 500 stoelen in Theater Thalia. Dus iedereen, we hopen op een massale opkomst. Het is voor kinderen, volwassenen, alle met een auditieve of visuele beperking, met hun vrienden en familie en klasgenoten. Gisteren hebben we van een jongen van 15 jaar op een openbare school met een visuele beperking zijn hele klas komt. Dus, en dat is ook de bedoeling, dat mensen gaan. Totdat we vol zijn. Dan, ja, ja. Om niet op te scheppen, je hebt de maand en takkie dan asano beginnen booming. Maar je hebt mensen die willen komen, maar ze hebben geen vervoer. Ja. En ik weet dat de organisatie niet te veel kan doen. Ja. Maar misschien hebben jullie wel bedacht om misschien een verzamelde plek te reserveren. Ja. Waar bijvoorbeeld misschien de bussen van het leger de mensen kunnen ophalen. Is er gedacht naar zo'n model voor nou, de ja, mensen dus, die geen vervoer hebben? Nou, wat we hebben bedacht is in ieder geval blindencentrum. Dat is wel een plek waar, en dat is toevallig ook op die dag, waar heel veel mensen met een visuele beperking naartoe komen op de donderdag, want dan hebben ze ook hun eigen activiteit. Dus vandaar wordt in ieder geval bussen ingezet vanuit het blindencentrum. Daarnaast hebben we de Kennedy School. We weten dat daar de kinderen met de auditieve beperking naartoe komen. Dat is ook afgestemd met het blindencentrum, met de Kennedy School. Ook daar is een verzamelpunt. Ook daar worden de bussen naartoe gestuurd om de kinderen op te halen. Bij het blindencentrum is het trouwens kinderen en volwassenen. Ja. En daarnaast, wat ik net vertelde, er zijn kinderen die gewoon naar school gaan met een visuele beperking. En als een klas van zo'n kind mee wil doen, dan zorgen we ook voor vervoer vanuit de school naar Thalia toe. Ja. Dus in ieder geval hebben we die punten afgedekt, om het even zo te zeggen. Oké, dus mensen hoeven zich niet te registreren? Ja, dat is ook wel. We willen graag dat er geregistreerd wordt, zodat we weten hoeveel mensen er naar ons toe komen. Het zou jammer zijn als je komt en het is vol. Hè? Ja. Dat is jammer. En daarnaast willen we ook graag weten qua busbezetting. Stel dat er, ik noem maar, 100 mensen naar het blindencentrum komen, moeten we daar ook voldoende bussen voor inzetten. Ja. Dus we vragen wel om te registreren. In ieder geval is Sudobe betrokken. Dat is de Surinaamse Stichting voor Belangen van de Doven. Het blindencentrum is betrokken bij de organisatie. Sowieso kan er contact gemaakt worden met die twee stichtingen. Mocht het registreren moeilijk gaan, ook zij weten hoe te registreren. Dus dat komt via die kanalen wel goed. Oké, en dus dat netwerk binnen die groep yes. is goed geregeld. Ja, ja. En u heeft aangegeven, heeft dit man op een smart device, yes. dan gaat de organisatie daarvoor zorgen. Nee, okay. wat we gaan doen voor de mensen met een auditieve beperking ja. is op de film, dus wanneer het getoond wordt, is er al ondertiteling opgenomen. Niet alleen over wat er gesproken wordt, maar ook de geluiden. Ja. Dus de personen met de auditieve beperking hebben niet per se een smart device nodig. Ja. Dus dat is voor die groep redelijk opgelost. Voor dus auditief naar de voorsmaak? Yes. Ja? Yes. Okay. En voor de mensen met een visuele beperking, de meesten hebben een device al, maar kunnen dat ook lenen bijvoorbeeld bij familie of vrienden ja. En daar de app op downloaden. Geweldig. En is gratis? Ja, de toegang is gratis. Ja, de toegang is gratis. Ook de bus. Okay. Dus we proberen dit te organiseren met donateurs. Ja. Ook dat loopt. Ondertussen heeft bijvoorbeeld de Koffiebox gedoneerd. Ja. Sorry. En Stichting RK Begraafplaats heeft gedoneerd. Dus de donaties komen binnen. Particuliere donaties komen ook binnen. Dus dat loopt.
Maar vooral doneer ook, zou ik de mensen op willen roepen. Dat is één deel van de organisatie. Ander deel van de organisatie is mankracht. Ja. Dus we roepen ook de mensen op om zich aan te melden als vrijwilliger om te komen helpen. En dat kan door een mailtje te sturen naar info@hbmedianv.com. Gina, bedankt voor deze informatie. En het belooft een succes te worden. Zeker. Hartelijk dank voor having me here. Thank you. Thank you. Dat was Gina Berggraaf. Daar heeft u het gehoord. Des Masa Dovu, Saneshi, Kangoluku, Amoikino, Tapu, 10 augustus, donderdag de Konde, Bakama Wiki, Natalia, Maimuri, Histerius Revi. En voor Des Masa Neshi, if you napon telefoon, Linwang. Dan ik kan download de app, ik kan go look a film. De naam van de film nogmaals? Captain Nova. Captain Nova.